Welkom bij deze aflevering van Humble Heroes. We gaan luisteren en kijken naar Jens Dreyer, bassist. En jij bent hem gespeeld, Koen. Ik ken hem persoonlijk niet. Ik heb wel gehoord dat zo'n zo naam die begint zeg maar, te gonzen in de wereld. Er komt een nieuwe bassist aan. Maar het is een, een groot talent. Denk ik. Ja, ja het, is, het is bizar, want deze, deze gast die speelt eigenlijk zijn lijst, zijn CV met wie hij speelt. Dat is echt ongekend. Uh, ik speel met hem bij Typhoon. Uh, nu al, zelfs in, in een gekke tijd die we natuurlijk achter de rug hebben. Toch heel veel leuke dingen samen gedaan en ik vind het echt een humble hero. Hij is echt zo nederig, altijd voor de muziek, altijd dienend. Misschien ook de rol van een, van een bassist, maar zo virtuoos. Maar ook gewoon een heerlijke, heerlijke gast om mee te werken. Ja, en wat ook zo leuk is, heeft hij heeft hier dan, waar, waarmee hij gaat spelen, ook weer gewoon een heel eigen project opgezet. Dus naast alle mensen die hij faciliteert met zijn eigen fantastische spel, heeft hij dus ook nog gewoon zijn eigen projecten. Wat ook echt tof is om te horen. We gaan zo luisteren en kijken. Ja oh, man, ben benieuwd. We zijn lekker bezig, met wie, welke muzikant heb je meegenomen? Uh, Simone Cicerini op gitaar, Willem van de Krabbe op drums, en Piero Bianculli, die is de hemend. Het project heet Organics. daar hebben we de afgelopen, ja eigenlijk een jaar geleden zijn we eraan begonnen. Zijn we bij Sven Viren Studio in Delft, zijn we gewoon ja, gaan jammen en er is uiteindelijk een plaat ontstaan. Eigenlijk een hele frisse approach van, van maken. Dat je gewoon met elkaar in de studio gaat komen ja. en dan gaat spelen Precies, en maar ik gaat ik tapen. we eigenlijk met een heel basisidee idee van Piero. Weet je wel, ik ja. heb iets en uh, laten we eens kijken. En we hadden alle tijd. Ja? Ja. Je kent deze mensen uit het circuit. Ja. ja, we hebben gewoon in het verleden veel gespeeld. Ik heb met Willem in, in verschillende bands gespeeld, met Simone en, en de dingen van Piero. En uh, ja, we wisten elkaar. Ja, Piero die heeft alles bij elkaar weten te vinden. En we hadden ook tijd, het was in de coronatijd. En dan kom je ook tot een muziekstijl. Dan maak je een keuze, een soort fusion gerelateerd, want zo klinkt het eigenlijk wel. Het ontstond meer. Ontstond. Het kon alle kanten nog op. We ja. hadden wel. Het is natuurlijk Hammond georiënteerd en een beetje vrij. En, uh, het, het ging van funk naar naar rock, blues, jazz. Maar allemaal organisch, niet van tevoren bedacht. of we gaan? Nee, gewoon het ontstond alles daar op die plek eigenlijk. En, en was dat dan ook in zo'n setup als deze? Gewoon zo dicht op elkaar. Je ja, kan elkaar zien, Ja. Hoor. ja. Ja, heel fijn. Alleen in dezelfde ruimte. Geen overdubs, alles direct live ingespeeld. Gewoon eigenlijk letterlijk deze setting. Ja. En gewoon maar spelen en dan op een bepaald moment uh, schreeuwt fan uh, vanuit de controle rond. Ja, dit is het! Ik denk dat we maar eens gaan luisteren. Ja man, ik heb super veel zin. Ja, succes. goed ja. dus, uh, Good luck. Ja. Tot zo. Game okay, on. Ik vind het wel te gek met die, uh, met die opzet zo, zo lekker dicht op elkaar. Het? Goed. Ja, is heel het fijn goed. om live, zeg maar live in de studio, zo kan ik het noemen. Ja, en we hadden nu ook Willem van de krappen die, uh, die inviel voor Time en Moloma. Dus die staat niet op de plaat, maar die heeft het ook te gek gedaan. Ja. En dit is ook de eerste keer dat we het live hebben gespeeld. En hoe voelde hebben... dat om dit ook weer in zo'n soort setting te spelen nadat jullie in de studio zijn geweest? Ja, heel goed, want, want in de studio was het gewoon dat idee op dat moment en een aantal takes doen en dan denken: oké, okay, dit is hem. En vervolgens raak je het maanden niet aan. En nu ga je het weer opnieuw checken en dan denk je, ja, dit is het geworden. En, dit... en dan ga je het weer onthouden hoe het is. Ja, dus heel... je gaat het echt weer voorbereiden en het dan spelen. Hey, en het is heel, heel leuk, want wij spelen natuurlijk samen ook nog ja. in, uh, in Typhoon. Ja. Dus wij kennen elkaar ook op die manier. Voor mij was het heel leuk om te verdiepen in wat jij nog veel meer hebt gedaan... want dat is echt insane. Ik ken denk ik weinig mensen met zo'n uitgebreide cv... met wie je allemaal uh, hebt gespeeld. Misschien is het wel leuk om om te vertellen hoe is dit allemaal zo ontstaan want het is zo divers met de artiesten die je hebt gespeeld echt van hip-hop tot Klopt. echt sophisticated jazz meer tot alles is wel ja. voorbij gekomen hoe is dat gelopen bij jou? Um, dat is wel een goede vraag ik ben gewoon ik denk in mijn tweede derde jaar van het conservatorium gewoon veel gaan spelen en dat begon met met is uh, invallen in een coverband en dan uh, oh dat is tof. nou dan uh, ben ik dat vast gaan doen. En zo zijn dingen gerold. En dan ga je een keer met, met een artiest op pad. En dan doe je een clubtoertje. Maar ik heb het ook altijd een beetje gezien. Ik heb daarentegen nooit heel lang bij, bij een dezelfde artiest gespeeld. Ik heb heel lang, dat is ook echt al tien jaar geleden, bij, bij Tim Akkerman gespeeld. En, en dat, dat was toen voor mij een soort voor het eerst dat ik heel lang met één band speelde. En dat ik dus niet thuis. Uh, al die nummers moest uitzoeken, maar dat ik gewoon naar het optreden kon. Omdat we er al twintig hadden gedaan en er nog twintig gingen doen. Ja. En dat hebben we nu bij Typhoon ook. Maar heel veel dingen zijn voor mij een beetje projecten. Glenis Grace die een theatertour doet, als die afgelopen is, heeft zij wel andere plannen of ze doet de tijd niks, maar ik moet gewoon en, en wil gewoon blijven spelen. waar kom jij het beste tot je recht? Uh, als ik, als ik um, echt op mijn eigen manier kan spelen. En, en wat is die manier dan? Uh, het is niet per se het genre, maar het ligt ook aan de muzikant waarmee ik speel. Als ik bijvoorbeeld heel, uh, ook bij Typhoon, als ik met kick speel. Dan, ik hoef hem niet, ik hoef niet te duwen en te trekken of hem te sturen. Het, het lokt gewoon en ik kan gewoon heel vrij spelen en alles wat ik speel werkt ook zoals ik het bedacht had. Omdat, omdat hij zo te gek speelt. En... Dat is wel iets in de, in de wereld van bassisten en drums. Hè. Dat is ja. zijn eigen dingen. De ene bassist ja. kan wel met die drum spelen. Mm -hmm. Andersom niet. Of uh, soms wil een drummer het bepalen. Dat is toch... Uh, nou, soort... je kan allebei wel, wel je eigen opvatting hebben. Maar bij mij zit het er, um, en dat is met alle muzikanten, niet alleen wat ik met drummers heb, maar ook met gitaristen, dat als je met een club speelt waar iedereen een hele open houding heeft en echt fysiek open te staan en mentaal en ook dan dan kan je elkaar opzoeken en ik vind het eigenlijk alleen maar moeilijk om een muzikant te spelen die gewoon hun ding doen maar dat gebeurt en dat voel je dan ook meteen dat die ja, die denkt van dat je met een drummer ja. speelt die zo kaarsrecht wil spelen ja je hebt ook jongens geen die geen soepeling uh, naar, naar jou toe voelt ja je hebt ook dat. jongens die gewoon zeggen no, dit is wat het is ik weet het zeker en die beginnen gewoon te spelen en die die hebben een soort oogklep op en dan denk ik van ja, dat is wel de basis om met elkaar te spelen. Dat je, dat, je, dat je weet wat je moet doen. Maar vervolgens ben je wel live aan het spelen. En dan wil je gewoon alles wat er kan gebeuren, dat, dat moet mogen gebeuren. En hoe verhoudt dat? Want je vertelde ons nog dat je houdt van een kleine bezetting omdat er veel openheid in zit. Je ja. kan veel spelen. In Typhoon zijn we echt met een, echt een vrij solid grote, grote ja. band. Hoe voelt die dan voor jou? Zeg maar, hoe ziet die kleuring er dan voor jou uit als bassist? Uh, ja, je hebt, je hebt allemaal iets meer een, een rol die je moet pakken en ook de kaders zijn wat, wat strakker. Omdat je met een grote band bent. Je wil, je wil nooit iemand in de weg zitten, en je, maar je hebt tegelijkertijd ook heel veel dingen die je samenpakt. Hè? Ik dubbel heel vaak de, de dingen die bij jullie gebeuren en andersom. Um, maar dat, dat voelt heel comfortabel. Je weet gewoon, dit is wat ik moet doen. Er zijn altijd vrijheden binnen. Uh, maar in een hele kleine setting spelen. Bijvoorbeeld met Typhoon heb, we, heb ik ook um, in het glazen huis alleen maar met Jasper gespeeld, met z'n drieën. En dan speel je nog steeds die songs die we normaal met z'n acht spelen of zo. Maar dan is er in één keer zoveel vrijheid, want hij drukt alleen niet in. Ik speel die groove en er valt heel veel weg, maar dat creë creëert ook dat, dat er veel kan gebeuren. Niet per se dat je meer gaat spelen, maar dat, het voelt anders. Yeah. En dat vind ik altijd wel lekker. Ja, en hoe fout dan zo'n project als dit? Want je hebt dus, nou, je zei al, projectmatig pak je dingen aan. Soms zit je langer in de band. Ja. Soms verloopt het wat sneller. Maar er is blijkbaar ook ruimte voor dit soort projecten. Zoek jij dat heel bewust op? Ja, ja want uh, ik, ik wil de balans hebben tussen... Sommige dingen zijn ook meer klussen. TV-dingen of zo. Hmm. Uh, dat vind ik heerlijk om te doen, maar ik wil wel de balans hebben tussen dingen die ik zelf heel gaaf vind. Dus daar houdt het je net over, die uitlaatklep. Ja. En dan ja. kom je eigenlijk bij, bij dit soort uh, ja. muziek uit. Hè, eigenlijk. En is het zo dat je die, die uh, is het om de vrijheid die je dan hebt? Mm -hmm. Of van denken en van spelen? Ja, en het, en het creatieve proces op gang houden. En, want dat, dat, dat is wat ik voel, als ik het niet doe, dan mis ik dat. Ja. Ik wil gewoon creatief zijn en, en dingen, dan moeten er gewoon nieuwe dingen ontstaan. En het is ook niet zo dat ik altijd super druk ben. Ik speel dan wel bij, bij meerdere artiesten, maar die spelen niet allemaal drie keer in de week. Nee. Je, wel, je speelt één dag met die, een dag met die. En dan heb je ook nog drie dagen in de week over. En dan ja, als ik dan met deze gasten kan spelen. Ik wil eigenlijk gewoon iedere dag uh, bezig zijn. En dan heb je bassisten, als ik nou bekijk, je hebt Pastoris, Je hebt Marcus Miller mm -hmm. en je hebt James Emerson. En je hebt bassisten die. Uh, zeg maar zich altijd houden aan de taken en die dat tien minuten lang kunnen volhouden. Mm -hmm. En je hebt mensen als Pastorius die overal die vrijheid zoeken en dan opeens met een hele hevige lijn het eens doorkomen. Ja. Waar zit jij in dat spectrum eigenlijk? Ook dat verandert heel erg. Ik ben uh, natuurlijk, alle namen die je opnoemt, Pastorius, Jameson, die zijn ook allemaal voorbij gekomen. Ik heb ook echt wel een pastoriusperiode periode gehad. Alleen, uiteindelijk, uh, waar ik nu zit, vind ik heel moeilijk om te beantwoorden. Ik kan wel zeggen wat ik op dit moment heel gaaf vind. En ik neig heel erg. Voor mij is eigenlijk aan het eind van mijn studie. ben ik een beetje achtergekomen wie Pino Palladino was. En dat ben ik uit gaan zoeken. En toen kwam ik erachter dat. alle dingen die ik al gaaf vond. in allerlei verschillende soorten muziek. dat al die tracks, dat was hij op bas. Uh -huh. ja. Ik denk, hè. Huh? En wat is daar zo gaaf van? Ik weet niet. Ja, ik weet het inmiddels wel, maar toen, toen vond ja. ik gewoon die nummers heel mooi. Maar ik luisterde dus schijnbaar toch al met een Maar de Wat is die artistische Van dan? De opvatting. Zijn creativiteit. Um, er zijn zoveel voorbeelden die ik kan geven, maar um, wat, wat ik ook wel een mooie vind. Kennen jullie allebei Chicken Crease van D'Angelo? Mm -hmm. dan, uh, die drums is gewoon. En die één is zo sterk de hele tijd en Pino zegt er gewoon, nou die een die ga ik gewoon nooit spelen. Dus je wel één. Dus hij speelt daar helemaal omheen en dan ook nog met een super zompige precision sound dat je echt moet gaan luisteren van wat speelt hij nou precies. Ik hoor het niet tien keer luisteren, dan, oh zo'n halve noot de onder, maar dan lost hij weer op. En, maar je, je hoeft het alleen maar te voelen bij hem. Ja, het is zo, maar ik vind het zo herkenbaar ook als je hierover vertelt vanuit jou. Ik bedoel, ik ken jou in de context natuurlijk. Want voor dit voorbeeld wat je vertelt, dat klinkt op mij niet als een soort van eigenwijsheid. Maar echt als een muzikale keuze. Een zeg maar andere ruimte heb dus ik juist even. het gevoel, ja. En die hoor ik ook altijd bij jou. Want dat is zo bizar als jij speelt. Je dat kan... vind ik overigens uh, heel veel ja, ja, dit. Ja, maar het is echt oprecht... We ja, zitten bij elkaar in het... de band, hè? Ja, ja, maar dat ja, is, is, is niet oprecht. Bij voorrecht... Uh, interview natuurlijk maar ja. als jij speelt je kan zo ontzettend dienend zijn maar op de en al, maar altijd vanuit een grotere muzikale visie zeg maar en okay. als die visie op een bepaald moment juist open is dan kun je ook die ruimte in één keer wel pakken. ja prachtig Greg en hou je in de gaten ja succes met uh, met deze band en met alle dingen die je doet ja uh... dank je wel